al die huisjes hier, kijk. Dat hebben we nooit gezien. Wat zullen we doen? Scooterjatten. Welkom in Sittard. Meteen een scooterjat die zo gewoon in het daglicht. Oh, moeilijk. Kijk daar, mooie voetbalstadion. Ik kan me nog herinneren toen het nog nieuw was, toen ze nog aan het bouwen waren. Toen ging het financieel niet goed. En die gebouwen die stonden er nog niet, dat is allemaal nieuw. Oh, ik ben hier zo lang niet meer geweest daar. Hey, skatepark was er toen ook nog niet. En het mooiste stuk, hè, dit is de mooiste kant van het gebouw. Dat was er nog niet, dat was allemaal weiland, hè. Gewoon even wegdenken dat dit, even dit wegdenken. En weet je wat ze hebben gedaan? Het mooiste stuk. Ik zal hem even uitzetten. Het mooiste stuk hebben ze hier gebouwd. Oh, en kijk, en daar is de weg is daarachter. Dus dit kant, dat zie je gewoon helemaal niet. Dat zie je niet. Dit kant. Oh, wacht, dan moet ik even opnieuw doen. Kijk, dit is echt het mooiste stuk van het stadion, zeg maar. En dat was heel lang, was dit gewoon... De rest was gewoon allemaal kaal, zoals wat je daar zo ziet. En het mooiste stuk, dit dus. Wat is een stuk wat niemand kon zien. Dus dat was echt... Ik vind het echt een blunder. Dat je de mooiste kant... aan de kant zet, dat je niet kan zien. En nu kun je het ook niet zien, omdat, ja... Ja, hier. Wat is dit, school of wat? Hé, hey, de Kapel of wat? Dat is niet, Leeuwenborg. Allebei strontopleidingen. Arcus is ook niet zo heel goed. Dat wist ik niet, ik ben hier zo lang niet meer in Sittard geweest, hè. Dus als ik dingen mis, ontbreek van... Hé, hey, scootertype, je moest dat laten zien, of je moet dat laten zien. Ja, sorry mensen, maar... ik ben hier zo lang niet meer geweest. En wonder is je klep open dicht. Fucking irritant. Dat weet ik ook niet wat dat doe. Het is gewoon een winkel of wat. Welke kant moeten we op rechtdoor? Links is het politiebureau. We willen zo ver mogelijk vandaan blijven. Ik moet zeggen, er zijn zoveel leegstaande panden. Vroeger waren het allemaal bedrijven en ze zijn... Ik rijd door Geleen heen. En echt veel faillissementen gek. Echt niet normaal. Kijk, hier hebben we de Capo College. Godverdomme, ben ik blij dat ik niet hier heb gezeten. Want hier komt niks goeds vandaan. Hier komen alle beruchte criminelen vandaan. Ja. De Capo is eigenlijk een strontopleiding, gek. Wow, het is hier hendig veranderd, gek. Ik ben hier zo lang niet meer geweest, hè. Hey, hier kon je vroeger... Huh? What the fuck? Dit was allemaal vlak. En hier was vroeger de Oktoberfeest kermis. Huh? What the fuck? Oké, er stroomt gewoon een rivier hier doorheen. Wow, dit hebben we nooit gezien. Maar dit is gewoon een rivier volgens mij. Of een rivier. Gewoon een meertje, want je ziet het water lopen. Het is niet zoals in Maastricht dat ze beton gaan storten, denk ik. Ik bouw hier zo. Kijk daar, bromfiets. Oké, we gaan zo naar die kerk toe daar zo, in de buurt. Dat is ook wel leuke shit te zien. Wow, het is zo veranderd hier, hè. Daar kom je niet graag meer. Geschiedenis heb ik hier. Slechte geschiedenis. Het is toch leeg hier? Kijk, het is allemaal leeg. Huh? What the fuck? Kijk, hey, dit is awesome, kijk. Slippen we zo. Hey, dit is volgens mij... Ze zijn nu scholen aan het bouwen. Hogeschool, museum, filmhuis. Zou je het met de scooter naar binnen rijden? Kom, we gaan naar binnen met de scooter. Was het theater of wat? Dat wist ik niet. Ja, daar hebben we de carnavals mensen. Kijk, hebben ze Rams een doos gemaakt met muziek. vet hè. Dus er zijn heel veel gebouwen bijgekomen en er zijn heel veel gebouwen gewoon leeg. Mag je niet rijden, maar volgens mij was, weet je wat, ach, we rijden hier gewoon doorheen, gek, fuck die shit. Boah. Hier, die heb je eentjes, hey, kom hier, kom maar, hier, er komen eentjes, kom maar, kom maar.
Kom maar, babytje, dat ik beter mijn fucking hand eraf. En ze zijn ook niet bang, hè? Oké, was ik dichterbij gelopen? Oh nee, nu zijn ze wel bang. Oh ja, toen ik nog klein was, klein op de basisschool, gingen we naar het museum toe. Oh, even opletten. Oh, hier is het. De CKV was het. Ja, daar moesten we naartoe, de CKV. En dat was zeg maar kunst en cultuur. Wat die kunstenaars hadden gemaakt, allemaal van die domme dingen. En er was dus een kunstenaar, zo'n project. En die had zeg maar van oude matrassen, had hij zo'n tunneltje gemaakt. Dus wij op de basisschool, hoe oud waren we? 11, 12 jaar oud. En dan moesten we door dat tunneltje heen lopen. Door die oude matrassen, dat stonk. Dus mijn vriend gaat als eerste de tunnel in. Ik erachter. En je moest een beetje kruipen. Hè? Dus hij als eerste laat hij zich toch een scheet gek. Dat is een silent killer. Die hoorde je niet. Ik zit achter hem. Krijg de volle lading. En het stonk daar. Zo. Iedereen moest die tunnel doorheen. En dat stonk gek. Culturele shit gek. Maar wie verzint zoiets, man? Fucking een kunstwerk van oude matrassen, gek. Oh, ik mag hier doorheen, ja. Oké, nu, het is dik carnaval, gek. Oh, het is druk, gek. Awesome. Hier in Sittard feest is ook fanatiek carnaval, zo te zien. Er is hier ergens het leukste hier zo'n Sittard. Is hierboven, hè? Hierboven in het gebouw ergens heb je zeg maar zo'n webcam. En dan kun je thuis kun je kijken hoe het is op de markt in Sittard. Maar aangezien ik hier niet doorheen kan rijden, moet ik even helemaal omrijden. Gaan we even kijken als ik op de camera kom. Hij is verkleed als een Rastafari. Nee, denk het niet. Donderdag hele dag, 12 tot 6. Kijk, dans de poop. What the shit. Kijk, hier kunnen we wel doorheen rijden, denk ik. Dat is niet zo druk. Wel een beetje oppassen voor de dansende mensen. Hoi! Ah, geweldig, gek. Oh, daar is het fietspad, mag ik niet doorheen. Ah, de meeste mensen zijn weg, zie ik. Dan moet je kijken, daarboven heb je zeg maar zo'n webcam. Gaan we eens een beetje inzoomen. Wat is overdonderlijk feest hier. Kijk, zie je daarboven, helemaal daarboven. Heb je zeg maar een webcam. Oh, ik denk dat je het echt slecht ziet, dat inzoomen. Digitaal zoomen is niet goed. Maar dan kun je echt zien wat er aan de hand is hier zo, live, thuis. Dus als je op de computer zit, typ in webcam zit uit. En dan kun je gewoon live meekijken wat hier gebeurt. Ik denk dat maandag zal wel niet veel zijn, want ik upload deze video maandag. Dus ja, party. Even oppassen hier voor de kleintjes. Want ik mag je eigenlijk niet rijden, maar gewoon goed opletten wat je doet. Langzaam rijden, rustig aan. En dat komt allemaal goed. Ben je zo verkleed als Gothex. Zo, nu zijn we legaal bezig. Oh, die winkel is ook al leeg. Alles is leeg aan het gaan, hè. Oh, hier nog eentje leeg. Hey, Sittard is... Er komen heel veel nieuwe gebouwen bij. En heel veel staat gewoon leeg. Maar ik ben hier ook, zeg maar, een beetje opgegroeid in Sittard. Maar opgegroeid. Ik kwam hier vaker, weet je. Dit was de dichtbijzijnde stad en dan kwam je hier. Oh, kijk, dit is ook al leeg. What the fuck, gek. Alles is leeg. Boy, het gaat volgens mij niet goed in Sittard, of wel? Of ja, het gaat heel goed, want ik zie nieuwe gebouwen. Maar volgens mij gaat het ook heel slecht, want ik zie zoveel leegstaande panden. Kijk, daar ook al leeg. We gaan even hier doorheen rijden. Zet hem even in zijn vrij. Kijk, die is ook al leeg, volgens mij. Wow. Boy, het gaat slecht hier, gek. Hier had je vroeger een pizzeria.
echt de beste pizzeria was uit. Volgens mij staat hij er nog steeds. Kijk, kijk je. Maar dit vond ik wel altijd een leuk stukje hier zo. Dan kochten we, vroeger kochten we een broodje bij de HEMA. Dan gingen we hier zitten. Hey, hij start niet. Hij start niet. Jawel. Hey, echt oud gebouwtje, hè, dit. Sittard is ook een hele oude stad. Volgens mij hè, is Sittard ook ouder dan Maastricht. En volgens mij is Heerlen ook ouder dan Maastricht. Wow. Mooi. Mocht je helemaal niet komen, maar het is zo mooi om er doorheen te rijden. Hè? Als je gewoon voorzichtig bent, is het naar mijn mening toch niks aan de hand. Waar kunnen we nog meer rijden? Wow, ik moet hen nog scheten, gek. Ik kan niet daar scheten. Hé, hey, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat, gek? Oh, yes. Hallo. Oh, ik ga echt niet mijn handen wassen erin. Daar krijg ik gerecycled piswater of zo. Piswater. Oké, daar hebben we nog een customer in de poepmachine. Zit daar, oude stad. Mooie stad. Echt hele mooie gebouwen. Hele aardige mensen. Vriendelijk. Hè? Je zag de carnaval mensen. Feest. Fantastisch. We hebben heel veel nieuwe gebouwen gezien. Heel veel nieuwbouw. Maar ook heel veel leegbouw. heel veel lege gebouwen. Dus, what's up with that? Gaat het nou goed met Sittard? Heel veel nieuwbouw. Of gaat het nou slecht met Sittard? Heel veel lege complexen, zeg maar. Het is fucking begaaid, gek. Kijk dit gebouw hier achter me. Kijk hoe dat uitziet, man. En dat is in de midden, in het centrum van de stad. Ik denk dat ze daar ook iets mee gaan doen. Kijk, daar hadden we ook een oude videotheek erachter. Die is ook, hoe zeg ik dat? Die is ook leeg. Dus ja, het is echt een ghetto aan het worden volgens mij in Sittard. Dus, maar hey, echt een pluspunt. Echt fantastisch zijn die fucking vier wc's. Die Porto parties. Echt geweldig. En ja. Ik heb veel meegemaakt in Sittard, veel gedaan. En we gaan ook weer een andere keer hier weer naartoe. Want er is altijd wat te doen. Misschien in de zomer of zo. Yeah. Maar voor het geval dat ik jullie niet meer zie, tot de volgende keer. Later. Hey, hoe zou ik dat ding uit, gek? Oh, check dat.